Personen die in de sociaal-maatschappelijke zorg, oftewel social work, zitten, worden vaak niet gewaardeerd voor het werk dat zij doen. Dit is de reden waarom het Algemeen Bureau voor Maatschappelijke Hulpverlening, ABMH, dinsdag en woensdag een tweedaagse conferentie heeft georganiseerd. Het thema was Why is social work important for a country? Judith Valpoort, directeur van het ABMH, zegt dat het doel van de conferentie was een boost te geven aan de maatschappelijke werkers in Suriname, zodat ook zij kunnen beseffen hoe belangrijk ze zijn voor het land. Er zijn heel veel issues die spelen op dit moment, criminaliteit, cijfers, huiselijk geweld en zo. En daarom hebben we dus iemand uit Trinidad laten komen, een deskundige, die ons op dit stuk heeft, zeg maar, heeft empowered. We hebben hier deze twee dagen geleerd, extra dingen geleerd, want we weten het eigenlijk al. Maar we hebben heel veel moed gekregen van hoe we bepaalde dingen zouden moeten aanpakken als social workers. En deze conferentie heeft geresulteerd in een taskforce dat is opgericht met een groep die heeft meegedaan, waarbij we dus onderzoek gaan doen. Want dat is gebleken in het Caribisch gebied, de social workers daar doen veel onderzoek. Zodra er iets speelt, ergens wordt er onderzoek gedaan en dan kan men beleid gaan maken op dat stuk. Wij willen dus als social workers, als taskforce groep, willen we gaan werken aan onderzoek en bepaalde zaken analyseren en goed kunnen presenteren. We kunnen adviseren aan de regering. Wat we als eerst gepland hebben te doen, is een document te schrijven om aan te geven waarom we belangrijk zijn als social workers. Als social workers kunnen we helpen het aanpakken van armoedebestrijding. We kunnen werken aan criminaliteitsbestrijding. We kunnen helpen werken aan huiselijk geweld. Ik weet niet als u zich kunt herinneren. 1 november vorig jaar heeft dezelfde organisatie een discussieavond georganiseerd over huiselijk geweld, geweld tegen de mens. Daaruit is ook een document ontstaan van wat de gemeenschap eigenlijk wil hebben. Ze willen meer voorlichting, ze willen meer weten over hoe en wanneer ten aanzien van huiselijk geweld. Valpoort kondigt aan dat Suriname in de toekomst meer zal horen van de Taskforce Group Social Workers. Ze onderkent dat maatschappelijke werkers momenteel bijna geen impact hebben op de samenleving. Carina Taniel, president van de Associatie van Caribische Social Werkopvoeders, ACSWE, en docent aan de West-Indische Universiteit, is voor de tweede keer in Suriname. 4 jaar terug was hij ook hier om de maatschappelijke werkers van informatie te voorzien over de versterking van het sociaal werk en ontwikkelen van een beleid in Suriname. Tijdens de tweedaagse conferentie is dan ook de nadruk gelegd op het feit dat landen als Suriname zich gaan inzetten voor een solide stelsel van sociale bescherming. Ensuring that countries, that governments uphold their responsibility to provide a solid social protection systems that support vulnerable persons and help to address social problems and people with social needs in every country. And that's essentially the importance of social work for a country, that social workers have knowledge, have skills, have training, have experience, and have a way of thinking about social issues and people who are affected by social issues, and bring that knowledge into conversations about social protection and social responsibility. So we've spent these 2 days. On yesterday, we talked a lot about social justice and the social justice mission of social work, and how we see ourselves as social workers fitting into that social justice mission. So this task force, the first priority is to understand the entire system, understand how it fits together, where are the gaps, where are people falling through the gaps? Because that's really our concern. How are these gaps affecting vulnerable populations? And another thing to then do is to use that understanding to create a directory of services. I think what was clear is that people generally know what's out there, but do we know fully enough as social workers what is the range of services that are provided? Karine Nathaniel, president van de Associatie van Caribische Sociaal Werkopvoeders,
ACSWE. Zij sprak gisteren na de afsluiting van de tweedaagse conferentie, getiteld Why is Social Work Important for a Country? Waarom is maatschappelijk werk belangrijk voor een land? De conferentie is gisteren afgesloten met een certificaatuitreiking.